Hallo, ik ben Marco Borsato. Je kijkt naar Doe Maar Gamen. Yo mensen, ik zie hier net dat Marco Borsato hier morgen gaat optreden. En ik en Justin zijn daar natuurlijk van de partij. Ja. En daar gaan we misschien nog wel wat leuks bij opnemen. Dus morgen is Marco Borsato hier in de Mediamarkt. Voor de mensen die niet weten waar we zijn. We zijn dus in de Mediamarkt. Ja. En dan gaan we dus gewoon eens even kijken of daar wat leuks te doen is. En we gaan ondertussen even naar beneden, want we zijn hier dus in de Mediamarkt. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat gaan we hier ook doen? Ik ga even Doe Maar Gamen kijken, want ik heb zeg maar anders gepland staan. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of er nog wat leuke dingen zijn gebeurd. Dus there we go guys. Pizza, man. Kijk. Pizza bestellen. Ja, dat ga ik niet opnemen, want dan richt ik echt vol op hun. Dan worden ze boos. Jong. Nou, we zijn dus nu in de Mediamarkt en we gaan even wat dingen checken. We gaan nog even op de computer even kijken of Doe Maar Gamen of dat alles allemaal goed gaat. Dat wordt super vet en ik hoop dat jullie maar goed horen, waarschijnlijk wel. Hey. Wat? Tree Energy. Oha, een Tree Energy, jongen. Energy. Oh ja, we gaan zo meteen ook nog een zak pepernoten halen. En het komt helemaal goed. Het gaat helemaal leuk worden. Dus laat even een like achter en ciao. Jullie Job op de allernieuwste PS4 zien. Kijk dan goed. Wat ook je mij. Job, wat ben je aan het doen? Oh my god, omf. Omf. PS4, bitch. Ik speel op de PS4. Gewoon de 4. Gewoon ongelooflijk. Dit is een chick. Het borsten, jongen, zo groot. Wauw, unbelievable. Ah, loop je weg? Ja, ik loop weg. Ik vind dat dat niet op YouTube mag. Moet ik allemaal sensoren zo. Wij spelen dus even op de PS4. En het is best wel een grappige game. Want ik weet niet wat je moet doen, maar je bent een chick. En je lijkt een beetje op een hoer. En je loopt door zo'n fucking restaurant. En het is best leuk. Ik bedoel, ja, ik ben zelf niet meer... Ja, ik ben wel een gamer uiteraard. Ik bedoel, ik heb een heel groot gamekanaal. Maar het is zeg maar zo dat ik door YouTube veel meer de tijd kom voor zeg maar de game zonder te recorden. Daarom is het wel geen grappig om dit te doen. En het is wel leuk, dus ciao. Ik weet sowieso wat ik aan geef als ik met haar heb. En die naam, die heb ik gebliept. Justin die keek echt zo van, holy shit, zeg dat in de video? Nee. Ja. Maar dit is wel. Nou, Mark Rutte. Meneer, dit is toch best mooi? Fantastisch. Ja, dat vond ik ook. Nou, fantastisch, Justin. Prachtig. Oh my god, Justin, wat doe je? Oh my god. Doe het, Justin. Oh my god. Dit is hoe Justin meisjes versiert. Dat kan niet eens, want... Ik ben een vlogger. Justin, hou eens op. Wat? Nee, what the fuck? Die snap. Nee, dit is een neppe camera. Ik doe net alsof. Ja, snap. Daarom is snap. Oh my god, ze komt dichterbij. Dit is een zeldzaam diersoort. Oh my god, hoe erg kun je afgezet worden? 45 euro voor een PlayStation 1 game. Ga mij vertellen dat je deze kan inruilen in China voor een fucking... En holy shit, ik kom bij Justin en hij heeft gewoon een fucking... wat is er, Justin? Kun je dat eens even vertellen aan de kijkers? Want die zijn waarschijnlijk benieuwd, want ik dacht eerst een leguaan, maar dat is wat heel anders geloof ik. Het is een baardagaan. Een hoe, sorry? Baardagaan. Baardagaan. En ik wil hem eigenlijk wel aaien, maar hij kijkt echt zo in de camera van... Mensen, Doe Maar Gamen, ik ga jullie fucking vermoorden. Ik ga even een inzoom sessie op dit mooie beestje doen. Ik vind hem wel mooi, ik moet eerlijk toegeven. Het is wel een ja, hij leeft in de woestijn en zo. Het ziet er heel vet uit. Mag ik hem aaien? Ja, dat mag. En hij bijt niet, toch? Nee, natuurlijk niet. Hij eet hem niet. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel... Ben grappig. Oh yeah. Oh, dat voelt echt apart, ouwe. Je moet zeg maar zo, ja. Oh, dat kan voelt... gewoon zo. Ouwe, dat voelt echt apart. Het is echt als je tegen zijn huid zeg maar inaait, dan is het heel scherp. Ik denk dat je echt je vingers de pijn aan kan doen. Ja. Oh my god, hij is echt... Wow. Holy ik shit, man. Ik kan het zo gewoon doen en het doet niks. Hij ligt er wel eens in. Likken? Ja, af en toe likt hij. Lik me af. Hij slaapt. Vindt hij lekker. Hij is wel lief, ouwe. Ik moet eerlijk toegeven. Dan hebben we dat ook weer gezien. Hij heeft een naam. Vertel Justin. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Spike. Spike? Ja. Dat vind ik echt perfect. Ik had hem denk ik zo genoemd ook. Want bij zijn, hoe hij eruit ziet, echt het past precies. Ja, en zijn pootjes, kun je die ook normaal vastpakken? Hij doet echt niks, hè? Zo scherp. Geen pilletjes gegeven. Lijkt erop. En je... Kutje. Ah, ik vind hem lief. Nou, mensen, laat gewoon een duimpje achter voor Spike en ik zeg ciao. Of een blauw duimpje, sorry. Ciao. Holy shit, mensen. Je zou maar in Ede Centrum lopen en je zou er maar gewoon een vrouw
fucking tegen de muur gedrukt zien worden door politie. Dat is wat ik daarnet meegemaakt heb. Er was namelijk een ruzie tussen een man en een vrouw, een echtgenoot dus, in de stad. Die vrouw die wou die man geloof ik een soort van verbouwen, want ik geloof dat ze niet erg tevreden met hem was. Hoop geschreeuw en uiteindelijk was het zo dat die vrouw, dus zeg maar, waar de politie omheen stond, want die man die was in principe nog wel rustig, uiteindelijk niet meer, maar dat vertel ik jullie zo wel. Die vrouw die wou uiteindelijk proberen weg te komen en naar die man toe te komen. Want ze zei ze van, lul viespeuk, die had die man vreemd als ze gaan of zo. I don't know. Maar in ieder geval, die vrouw die wou die man dus even goed te pakken nemen. Maar die politie stond allemaal om die vrouw heen. Die drukte er tegen de muren zo. Politie's met paarden, vrachtwagens van politie, of vrachtwagens, bussen van politie's. En uiteindelijk kwam die man en die werd echt boos, toch Justin? Die wou echt loskomen. En die dacht echt van, holy shit, als dit gebeurt, hè. Die man die slaat die vrouw echt helemaal tot moes. Oh, maar haar. Die man die slaat die vrouw echt helemaal tot moes. Dus eigenlijk, kijk, ik zou niet zeggen dat ik op zat te hopen. Want het was echt fucking retard. Want mijn camera was dus net leeg. Nu hoor ik jullie denken, Jop, je lult gewoon. Want dit doe je gewoon om in de vlog weer iets te vertellen te hebben. Maar dat is niet waar. Ik laat jullie nu even een kort fragment zien van wat ik met mijn BlackBerry heb kunnen opnemen van de ruzie. Ik heb natuurlijk niet echt bovenop kunnen staan. Want ja, ik wil... Huh? Ik heb ook... Ja, Justin ook. Maar dat zie je in ieder geval even mijn fragment. En dan zullen jullie wel zien dat het best wel heftig aan toe ging. Jullie zullen waarschijnlijk alleen maar een groep menigte zien. En de politie en jullie horen waarschijnlijk een paar scheldwoorden, maar hier is het fragment. Oké, mensen, ik moet eerlijk toegeven, het was wel vet om naar te kijken, maar het was aan de ene kant ook wel weer zielig voor die vrouw en voor die man, want ja, die schelden elkaar helemaal kapot. Ik denk dat ze heel erg boos waren. Sorry voor de aparte belichting, maar dat wou ik jullie even mededelen. Ik hoop dat jullie dit soort van vet vonden. Laat een blauw duimpje achter voor deze ruzie, want het was echt fucking epic. Ja. Later. Oh, dat doet zeer, ouwe. Dat ding heeft fucking scherpe GG. Oh nee, niet aanzitten, want dan gaat hij weer raar doen. Oh my god, G, dat ding heeft nagels. Wauw, hé. Maar is wel lief. Ik kom bijna klaar. Nee, grapje. Oh, fuck man, dat doet zeer. Hij heeft echt nagels. Hij zegt, ik geloof dat ze echt doorgedrukt zijn. Springt hij zo mijn neus al af in één keer. Mijn hele neus zo eraf. Oh. Ik mij. Auw, Michael Jackson. Hij is wel lief. Hij is wel leuk. En die staart ook, jongen. Nou, ik heb er nu niet meer zoveel last van. Nou, bedankt mensen voor het kijken van het korte fragment van mij en Spike. Oh, pak hem, Justin. Allemaal weer bedankt voor het kijken van deze vlog. Vond je dit nou leuk? Vergeet er niet even op dat blauwe duimpje te klikken. Ik wou eerst zeggen groen, maar dat is natuurlijk blauw geworden in verband met Google+. En vergeet natuurlijk niet even te abonneren op Doe Maar Gamen als je meer van deze leuke vlogs wil zien. En misschien nog wel wat andere leuke challenges. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Abonneer op Doe Maar Gamen. Deel deze video met je vrienden. En ik zeg ciao.